Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie heeft samen met de leiding van het Nationaal Leger, president Chandrika Prasad Santokhi, geïnformeerd over de stand van zaken binnen de defensieorganisatie en het leger. Tijdens het reguliere overlegmoment gisteren op het kabinet werden de rol van het leger in de bescherming van ons grondgebied en de ondersteuning aan andere autoriteiten om orde, rust en veiligheid te handhaven benadrukt. Ook kwamen onderwerpen zoals ondersteuning aan kwetsbare groepen en investeringen in het leger aan bod. De jeugdraadsleden van de districtie Palivini hebben op 29 november een samenwerking met de Practitioner for Communication, Coaching and Counseling Institute een educatieve dag georganiseerd, de Achoni. Het doel was om studenten te voorzien van kennis en vaardigheden over ondernemerschap met het oog op het helpen verbeteren van de achtergestelde positie van het binnenland. Ook is er op die dag een jongerenorganisatie in Sipaliwini gepresenteerd onder voorzitterschap van Jonathan Vrede. De organisatie, genaamd Stichting Jongeren van Sipaliwini, heeft als doel een bijdrage te leveren aan de opbouw van hun district. Een delegatie van het kabinet van de Grand Man der Orkaners, onder leiding van hoofdkapitein John Lesina van Drietabbetje, bracht een werkbezoek aan president Santokhi. De traditionele gezagsdrager benadrukte diverse kwesties waarmee binnenlandbewoners momenteel worden geconfronteerd. Hoofdkapitein Lesina benadrukt dat de uitdagingen met name liggen op het gebied van onderwijs, volksgezondheid, landbouw, ondersteuning voor sociaal zwakkeren in het binnenland en bootvervoer.